Bladzijd nummer 3. Tamim Dari, dat is de tweede alinea. Ja. Bladzijde nummer 3, tweede alinea. Ja, tot dan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tamim Dari radiyallahu anhu heeft verhaald dat de profeet sallallahu alayhi wasallam gezegd heeft. Voorwaar, het eerste waar de dienaar op beoordeeld wordt op de dag des oordeels is zijn gebed. Voorwaar, als het volmaakt is, wordt het voor hem volmaakt geschreven. Maar als hij het niet vervolmaakt heeft, zegt Allah tegen de engelen, kijkt of jullie iets voor hem aan vrijwillige gebeden kunnen vinden. Zodat jullie daarmee zijn verplichte gebed kunnen vervolmaken. Twee belangrijke leringen uit deze hadith. 1 is het eerste waarnaar je wordt gevraagd en beoordeeld, Yom al-Qiyamah, is het gebed. 2, de tekortkomingen die er eventueel plaats kunnen vinden bij het gebed of nalatigheid kunnen eigenlijk rechtgezet worden door extra gebeden. Dus hoe meer extra gebeden je verricht boven de 5 gebeden, hoe goed het ook zal zijn. Want dat zal, inshallah, zal dat geen recht zetten waarin je tekort bent gekomen. Ga door. De koning der koningen, Allah subhanahu wa ta'ala, beveelt ons om hem 5 keer in de nacht en de dag te ontmoeten. Tijdens de meest geweldige uiterlijke aanbidding, de salah. Dit is de afspraak die wij dagelijks met onze Heer, de Almachtige, de Alwijze hebben. Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, de Erbarmere, Ar-Rahim, de meest barmhartige, geeft ons alle meerdere malen op een dag de mogelijkheid om hem subhanahu wa ta'ala persoonlijk, direct en zonder tussenpersonen of bewakers te ontmoeten. Zolang onze adem door onze longen stroomt, kunnen wij bij onze Heer terecht, keer op keer, wordt ons deze kans geboden. Tot wie zouden wij ons liever willen wenden dan degene van wie het meeste houden, van wie wij het meeste houden, die ons de oplossingen kan bieden voor al onze problemen, bij wie wij onze harten kunnen luchten en die ons zijn eeuwige beloning kan gunnen. Hieruit leren we dat het gebed zorgt ervoor dat jij continu een relatie bent met je schepper. En dat houdt in ook dat jij zoveel mogelijk Allah moet vragen wat je nodig hebt. En dat Allah vragen in het gebed vormt de essentie van de ibadah. Want je hebt een relatie met Allah tabaraka wa ta'ala. Ga door. De salah is niet slechts een afspraak die wij met Allah subhanahu wa ta'ala hebben. Het omvat de meest soorten aanbiddingen, waaronder het geloof in het hart, ikhlas, gehoorzaamheid, nederigheid, onderdanigheid, onderwerping en overgave middels het hart, het verstand, de tong en de ledematen. Ga door. De salah omvat vele geweldige profeten, waaronder de letterlijke en de figuurlijke reiniging van de onreinheden. Oké, dat is een belangrijk punt. Als jij staat, sta je voor Allah. De houding die je hebt, gaan we erover hebben, is dat je zo staat. Dat je kijkt naar beneden. Dat is een vorm van nederigheid. Als je buigt, dan buig je voor Allah. Nederigheid, onderdanigheid. Als je knielt, ga je met de belangrijkste plek van je lichaam, je gezicht tegen de grond. Voor wie? Voor Allah. Al deze zaken vormen van het gebed een hele belangrijke aanbieding waar de dienaar tot Allah wendt en zich nederig opstelt tegenover hem en onderdanig opstelt. Zegt maar. De profeet sallallahu alayhi wa sallam vroeg zijn metgezellen: vertel mij, als bij een van jullie een rivier voor zijn deur zou stromen en hij zou er 5 keer per dag in baden, zou er dan nog vuil op zijn lichaam achterblijven? De metgezellen zeiden: nee, er zou geen vuil op hem achterblijven. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: dit is een vergelijking met het verrichten van de 5 gebeden. Allah vergeeft hierdoor onze zonden. Kijk, subhanallah, een prachtig hadith. Als jij 5 keer per dag doucht, zou er nog vuil blijven op je lichaam? Kijk wat een voorbeeld ons profeet heeft gegeven. Prachtig voorbeeld waarmee ons profeet sallallahu alaihi wasallam duidelijk maakt dat dit gebed die jij verricht 5 keer per dag reinigt jou. Van alle vormen, soorten, viezigheden die aan jouw lichaam letterlijk en figuren kunnen kleven. Dus wil je jezelf schoon houden, rein houden,
dan moet je deze vijf gebeden verrichten. Alles wat er tussen die gebeden en fouten, zondes wordt gedaan, wordt inshallah vergeven en weggewist en gerenigd door het gebed. De profeet sallallahu alayhi wa sallam wende zich in al zijn zaken tot de salah, of hij nou door voorspoed of door rampspoed werd getroffen. Zo heeft hij sallallahu alayhi wa sallam gezegd: voor mij zijn vrouwen en parfum geliefd gemaakt. En mijn oogappel is het gebed. Mijn oogappel is het gebed. Datgene waar ik het meest van hou. Ons profeet hield heel veel van het gebed. En hij is bezig met allerlei zaken. En als de tijd van het gebed aangebroken was, dan zei hij tegen Bilal: Arihna biha ya Bilal. Tijd om te ontspannen. Laten we gaan ontspannen. Laten we in het gebed gaan ontspannen. Is een mooie ontspanning. Dan sluit je uit van alles van het wereldse. En je wendt je af tot Allah. En om tot rust te komen, tot ontspanning te komen. En daarom hield hij ook heel veel daarvan. Hij zei: mijn oogappel is het gebed. Tot dan. Nou. Deze hadith is, hij zei: Hubbiba ilayya min dunyakum. Datgene waar ik het meest lief heb van dunya zaken, zijn parfum en vrouwen. Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam hield van zich parfumeren en hield ook van vrouwen. Natuurlijk binnen de grenzen die binnen de wetgeving van Allah zijn. En hij zei: en mijn oogappel is het gebed. Nou, het is gewoon in een hadith zo genoemd. Komen wij deze afspraak echter wel na? En treffen wij wel de juiste voorbereidingen hiervoor? Dit boekje zal jou inshallah helpen om op een optimale wijze jouw afspraak met jouw Heer na te komen. De reiniging en de salah worden op een duidelijke en beknopte wijze stap voor stap beschreven en uitgelegd. Oké, dus de relatie die je hebt met Allah subhanahu wa ta'ala komt steeds terug bij het gebed. Het gebed is het eerst waarnaar je wordt gevraagd. Het gebed is een soort afspraak die je hebt met Allah 5 keer per dag. Het gebed reinigt jou. Letterlijk en figuurlijk. Daarnaast hebben we geleerd dat het gebed het meest geliefde zaak bij onze profeet Sallallahu Alaihi Wasallam was. We gaan even snel, we gaan dit kort houden naar pagina 10. En dan ga je naar pagina 10 bovenaan. Ja. De andere zaak, het is gewoon een introductie, hebben we niet nodig. We gaan naar de inhoud. De belangrijkste praktische aanbidding die Allah zijn gelovige dienaren verplicht heeft, is de salah. De salah heeft een aantal voorwaarden. Als een van deze voorwaarden niet nagekomen wordt, zal het gebed niet geaccepteerd worden. De voorwaarden, dat zijn zaken die aanwezig horen te zijn alvorens je begint met het gebed. Dus je moet ervoor zorgen dat deze voorwaarden aanwezig zijn voordat je begint met het gebed. Tot dan. De belangrijkste voorwaarde is de wudu. Ja, de wudu is eigenlijk de kleine reiniging of de kleine wassing. Nou. Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd in vers 5 en 6: Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. O jullie die geloven, wanneer jullie je voorbereiden op de salah, was dan jullie gezichten en jullie handen tot de ellebogen en wrijft over jullie hoofden en was jullie voeten tot de enkels. Dit vers is een vers in Surat Al-Ma'ida. Daarin worden de pilaren van wudu genoemd. Pilaren van wudu, dat zijn arkan wudu, de zaken die aanwezig moeten zijn in wudu. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Ya ayyuhalladhina amanu, o gelovigen, idha qumtum ila salah, als jullie staan voor het gebed, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah zegt: faghsilu wujuhakum, was jullie gezicht, en daaronder valt het spoelen van de mond en het wassen van je neus. Dat komt straks bij de uiteenzetting van wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, en jullie handen tot al-marafiq. Al-marafiq is elleboog. Wamsahu bi ru'usik, en veeg over je hoofd, en daaronder valt het wassen van de oren. Wa arjulakum, en was jullie voeten tot de enkels, de ka'bayn. Dit is vers in Surat al-Ma'ida.
daarin bevinden de pilaren van wudu. Nee. Dus wie de salah wil verrichten, moet eerst de wudu verrichten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, Allah accepteert geen salah zonder reiniging. Dus reiniging is een voorwaarde. Dat betekent, als reiniging er niet is, dan wordt het gebed niet geaccepteerd. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, La salata liman la wudu alah. Wie geen wudu heeft, zijn gebed wordt niet geaccepteerd. Ga door. En hij heeft gezegd, geen salah voor degene die geen wudu heeft. Ja, ga door. De wudu heeft ook een alomvattende en geweldige voordeel. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, als een moslimdienaar de wudu verricht, treden zijn zonden uit zijn oren, ogen, handen en voeten. En als hij gaat zitten, is hij al vergeven. Dit is een geweldige beloning voor degene die de wudu verricht. Als jij water gebruikt en je wast je handen, worden jouw zonden weggewist met tot de laatste druppel water die uit je handen weggaat. En als je zit, als je klaar bent, dan wordt tegen jou gezegd, je wordt vergeven. Hier gaat het om de kleine zonden, niet de grote zonden. Want voor de grote zonden heb je een tauba nodig, berouw die je moet tonen. Dus wat leren wij uit deze hadith? Dat de zonden worden vergeven met de kleine wassing die we verrichten. Dus de kleine wassing is ook een aanleiding voor het vergeven en het wegwissen van de kleine zonde. Hij sallallahu alayhi wa sallam heeft ook gezegd, wie zijn wudu perfect verricht, zijn zonden zullen uit zijn lichaam treden, totdat ze onder zijn nagels uittreden. Voordat we leren hoe wij de wudu moeten verrichten, moeten we een belangrijke zaak behandelen, die we voor het verrichten van de wudu soms doen. En dat is het doen van de behoefte. Ja. Voor het doen van de behoefte heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons bepaalde gedragsregels geleerd. Oké, daar gaan we het hierbij laten, inshallah. Voor nu hebben we kort gesproken over het gebed, de voordelen van het gebed, dat het een reiniging is. We zijn begonnen met het praten over de voorwaarden van het gebed. We zijn begonnen met het praten over wudu. We hebben gesproken over sommige gunsten van het verrichten van wudu. Maar voordat je wudu doet, is er een zaak. Dat is het doen van je behoefte en alles wat daaromtrent is. Daarover heeft ons profeet ook iets gezegd. Daar hebben we ook wat zaken die we moeten leren. Daarmee gaan we straks aan de slag, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.